Wat gebeurt er? Er gebeurde iets. Ik ben poepjes aan... Ik ga de verkeerde kant op! Ik ben opeens laatste! Yo, Nintendo fans! Vandaag gaan we Spongebob de racekampioen laten worden. In deze Slime Grand Prix. De Luier Cup? Bedoelen ze dan Baby Luier Cup? Gaan we hier heel veel scheetjes vinden? Nou, dat vind ik wel leuk. Als jij dat ook leuk vindt, doe een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren. Is gewoon gratis en heb je bijna iedere dag Nintendo video's op YouTube. Dank je wel alvast. We hebben hier heel veel characters van Nickelodeon. Oh ja, want we spelen Nickelodeon Kart Racers deel 2. Zien ook de Turtles hier super vet. Maar wij gaan natuurlijk met Spongebob. Want hij moet vandaag kampioen worden in deze heel woed rally. Dat is de eerste race. Let's go. Ja, hij is er klaar voor. Hij is er klaar voor. Je zag het. Hebben we superspeed? Kunnen we... Nee, ja, misschien kan het wel, maar ik heb geen superspeed, denk ik. Kan wel lekker driften hier door de bolgies. Oh, wow, ik word geraakt door... Oh, zie, ik hoor de scheet. Ik hoor allemaal scheten. Wie zit er allemaal te scheten hier zo? In deze luie cup. Binnen bochtje pakken. Ja... Heb ik al een wapen? Nee, nu wel. Hoppakee, bal op je bakkes, jongen. Lekker, let's go, SpongeBob. Let's go, pak die slijm. Wat zit je nou mijn slijmdingen te pikken en mijn voorwerpjes te pikken? Hoppakee, let's go, let's go. We gaan door die bocht. Heerlijk, bochie. Ga even deze boomstonk achter mij dumpen, denk ik. En dan kunnen we dus zo. En dan kunnen we zo stunten. Dan gaan we sneller, dat is super vet. Maar ik ga wel een wapentje pakken. Hotse flots. Let's go. Lekker bezig, SpongeBob. De eerste plek is van ons. Die is van ons en die laten we niet meer los. Lekker. Hoppakee. Boosten over de finish. Als eerste eroverheen. Ah. Oh, lekker, man. Ik moet je eerlijk zeggen. Deze game voelt best wel prima aan, hoor. Ik heb best wel veel kart games gespeeld naast Mario Kart. En ja, Mario Kart blijft natuurlijk gewoon de allerbeste kart game. Daar kan niemand tegenop. Maar ik moet je eerlijk zeggen... Deze is ook wel oké of zo. Hij voelt wel... Hij speelt wel lekker. Het is zeker niet vervelend. Kijk, het sliden door de bocht gaat ook best wel lekker. Het tempo ligt hoog. Hij is niet zo langzaam als bijvoorbeeld Hello Kitty. Want die was echt niet te doen. Die was zo langzaam, dat was niet grappig meer. Dit is een wapentje. Die kan je niet ontwijken. Dat is een soort van de blue shell in deze game. En dan ga ik hier een wapentje pakken. Ja, lekker. En dan word ik weer geraakt door die gigantische inktvis. Of whatever het is. De inktvis kwal geval. Het is meer een kwal, ja, volgens mij. Maar ja. Casual. Eerste. Zo doen we dat. Angelique is tweede. Patrick is derde. Ralf vierde. Helga vijfde. CatDog zesde. Arnold zevende. En Tommy... Tommy is laatste. Eigenlijk moeten we Tommy even aanmoedigen. Zet even in de comments. Kom op, Tommy! Dan weet ik dat je sowieso de video tot aan hier hebt gekeken. En dan gaan we nu naar de Irken Armada. Zo, dit ziet er wel sick uit, joh. Wat is dit voor gekke baan, joh? Oké, Spongebob. Hier moet je even opletten, jongen. Dit is een gevaarlijke baan, volgens mij. Kijk of we nu wel superstart hebben. Weer niet. Bestaat een superstart wel in deze game? Ja, dat zal toch wel. Dat zal toch wel bestaan. Hier, ik gooi een bal op je bakkes. Dat was leuk. Hier gaan we stunten. Let's go. Hier gaan we ook stunten. Als jij tenminste eventjes uit de weg gaat, Angelique. Ga eens eventjes... Ja, goed zo. Goed zo. Dankjewel. Dankjewel dat je mij erdoor laat, Angelique. We zijn... Weer eerste? We waren eerste? We zijn geen eerste meer. Angelique, vang die bal. Die was echt lekker. Die was heerlijk. Ah, weer een randje gepakt. Ga weg met die hand. Ga weg met die hand. Heel vervelend. Lekker stunten. Ik wil deze een keertje afweren. Dat stomme inktviskwalding. Angelique, ga weg. Ik heb een bal voor je anders, hè. Dan krijg je straks weer een bal op je bakkes, Angelique. Als je nou weer langs mij heen rijdt. Ja? Oh, ik mis Angelique. En Angelique die gaat er gelijk vandoor. Maar ik ben sneller. Hoop ik. Niet echt. Ja, dit is een spannende race, jongens. Spannende race. En stunt. Oh, en stunt. Lekker. En nog een keer. Lekker. Oh, tempo. Oh, maar Angelique stunt er ook op los opeens. Angelique, nu krijg je deze op je bakkes. Nu is het klaar met jou. Hop, ze vlots. Wegwezen nou. En sliden door de bocht. Krijg ik nou weer zo'n kwal inktvis? Waarom krijg ik die de hele tijd? Waarom elke keer als ik als eerste sta? Oké, okay, speed. Lekker. Dat was wel lekker dat ik precies voor die speed uitkwam. Maar deze race is spannend, joh. Nee, niet. Ik wil niet weer zo'n ding op mijn bakken. Net voor de finish. Niet weer zo'n inktvis ding. Nee. Nee, en hier is de finish. Hier is de finish. Go. Oh.
Dit scheelde niks. Dit leek heel erg op Mario Kart. Als je dan net een blue shell op je bakkes krijgt voor de finish. Dat was precies zo. Maar we hebben wel die 20 punten. Kom op, Tommy. Kom op. Je staat nog steeds laatste. Arme Tommy. We zijn op de noordelijke waterstam. Dit ziet er een beetje koud uit. Ik hou niet zo van kou. Ik ben niet van de kou. Volgens mij bestaat een superstart wel, want Patrick die had hem. Patrick ging opeens kapot snel. Verdorie, Patrick. Is het goed als ik er gewoon casual langs rij zo bij iedereen? Ja? Is dat goed? Oké, doei. Dag. Mazzel. Ik speel trouwens nu op normal niveau, dus niet op hard. Op normal. Ik denk, ja, moet je eerst maar eens even kijken hoe dit spelletje werkt. Maar tot nu toe gaat het wel oké. Let's go. Let's go. Oh, wat? Wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Er gebeurde iets. Ik ben poepjes aan... Ik ga de verkeerde kant op! Niet! Niet! Ik ga... Ik ben opeens laatste! Ik heb een special voor iedereen of zo. Iedereen kan nu opeens ballen gooien. Oh, dat komt wel een beetje goed uit. Dan kan ik hopelijk weer langs iedereen heen rijden als ik niks op mijn hoofd krijg tenminste. Wat een chaos, joh. Ik sta opeens weer eerste. Ik weet niet hoe ik dit geflikt heb, maar... Ik sta opeens weer eerste. Nou... Top, dat hebben we knap hersteld terwijl ik de verkeerde kant op ging. Let's go! En nu moeten we echt opletten dat we de goede kant op gaan. Ja, zo kan ik toch helemaal niet zien of ik de goede kant op ga. Ik denk dat ik de goede kant op ga. Volgens mij wel. Ik krijg nog geen melding. Auw. Dat ik niet de goede kant op ga in ieder geval. Hé, wat doe jij daar opeens? Freaking Angeliekje. Ben je opeens weer voor mij? Is die andere kant toch sneller? Oh, ik krijg... Ja hoor, ik krijg weer zo'n inktwist ding, kwal... Hier. Pas op. Ik heb schild. En nu ga ik wel rechts, denk ik. Ik denk dat rechts toch sneller was. Als ik tenminste de goede kant op ga. En goed blijf sturen. Nee. Nee. Ik word ingehaald. We moeten naar links. Ik wou weer naar rechts gaan, jongens. Ik wou weer naar rechts gaan. Maar we moesten naar links. Oké, nu een goed vraagteken, hopelijk. Nee. Het is een... Een gnoompie. We moeten zelf nu tempo maken. En zorgen dat we niet geraakt worden. Nu heb ik eindelijk wel de boost naar de goede kant. Ja, daar is het einde. Daar is het einde. Ja! Angeliekje die maakt het wel spannend hier in Winter Wonderland. Hey Tommy, lekker bezig jongen. Je bent niet meer laatste. Zie je dat jullie Tommy aanmoedigen helpt. Het speelgoedpaleis snelweg hier met een dinosaurus. Dit ziet er vet uit. Dit ziet er vet uit. Hier heb ik zin in jongens. Als jij nog geen duimpje hebt gedaan, doe dan nu je duimpje omhoog. Want dit is een vet level. Ja, ik denk dat dit level wel een duimpje omhoog verdient. Let's go. Daar gaan we. Lekker door de slijm. Lekker. Hotse vlot. En nog een stuntje. En slide. Lekker. En nog een slide. Oh, we gaan over piano. Hier hebben we trompetjes. Hey, doe dat eens even niet. Oh, die was lekker zeg. Oh. Oh. Zag je dat schot? Dat schot was echt heerlijk. Oh nee, ik krijg er weer eentje. Ja hoor, tuurlijk. Hey, fidget spinners. Ah! Die, ja, ik weet niet jongen, die gingen opeens heel snel. Die kon ik niet lekker ontwijken. Ik weet niet wat er ook allemaal gebeurt, maar... Dit is complete chaos. Volgens mij staat Patrick nu zelfs eerste. Patrick gaat ook lekker bovenlangs. Die denkt, ja, ik wil niet geraakt worden door al die gekke items. Ik ben nu echt aan het battelen met Patrick. Angeliekje is eventjes naar achteren. Nu doet Patrick vervelend. Patrick, kom hier jongen. Hier, heb je een gnoompje op je bakkes? Sorry Patrick. Sorry. Het spijt me. Het spijt me, maat. Maar ja, soms moeten wij elkaar ook gewoon dwars zitten. Dat is hoe het werkt. Oké, okay, sliden, sliden, sliden. Ja, tuurlijk. Dit heb jij zeker gedaan, Patrick. Jij hebt zeker deze kwal inktvis naar mij toegestuurd. Jij wil mij gewoon terug betaald zetten. Lekker bochtje. Ja, nu maakt het niet zo uit. Kijk, nu kan ik gewoon door de bocht heen kijken waar ik naartoe moest. Dat was best wel goede timing eigenlijk. Kan ik hier... Oh ja, hier kan je stunten. Maar... Heeft alleen niet zo heel veel zin zo te zien. Kijk maar, we worden ook gewoon keihard ingehaald. Lekker bezig. Patrick die is op dit moment beschermd. Maar ik ga deze bal op jou hoofd schieten. Lekker! Ik ben zo vervelend voor Patrick. En Patrick straft mij gelijk terug, hè. Verdorie. Let's go. Angeliekje staat nu weer tweede. Ja, terwijl Patrick en ik aan het vechten zijn... Denkt Angeliekje gewoon van, nou, als jullie... Jongens,
Hou eens op met die kwalinktvissen nou. Laat me deze race maar even rustig uitrijden, jongens. Gewoon even chill. Gun mij dit maar. Gewoon even die 40 puntjes. Angelique denkt daar volgens mij anders over. Die kijkt nog steeds boos op de map rechts onderin. Zijn ze echt een oude zagrijn? Ik ga nu onderlangs, jongens. Ik denk echt dat onderlangs toch de betere keuze is. Ja, als ik het tenminste goed zou doen. Let's go. Let's go. Nee, niet weer vlak voor de finish, zo'n gekke ding. Niet weer. Nee. Nee. Laat me finishen. Lekker. Go, 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 go. Ja, ik ga het redden, hè. Ik ga het redden, toch? Angelique, je haalt mij niet meer in, toch? Yes. 40 puntjes. SpongeBob is de racekampioen van vandaag. Oh, het was zelfs Helga. Helga was tweede, joh. Angelique, die was derde. Tommy, oh. Tommy is toch nog laatste geworden, arme Tommy. Kijk, maar sta, jongen. Ja, tussen twee dames. Ik mag een wens doen. Als jij een wens zou mogen doen, wat zou dat zijn? Laat het weten in de reacties. Ik ben heel erg benieuwd. Mijn wens is 100.000 abonnees. Dus als je nog niet geabonneerd bent, doe dat even. Anyways, knal die duimpjes omhoog. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. En dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Mazzel!